Hey hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik ben Naomi van Journal by Naomi, maar vandaag geen journalpagina. Je ziet hem al staan. Ik heb eindelijk weer eens geshopt bij Ali. En ik weet dat jullie Ali shoplogs heel erg leuk vinden. Dus ik dacht, ik bewaar het een beetje en dan maak ik er één grote video van. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pakketjes. Waarvan een aantal in één grote bestelling kwamen. En ook een heleboel los kwamen. En ik weet natuurlijk wel wat erin zit. Het zijn allemaal journal spulletjes. Allemaal leuk te gebruiken. Ik neem je even mee bij het uitpakken. En dan gaan we samen kijken hoe het er in het echt uitziet. Ik heb alleen deze losgemaakt. Omdat ik dacht, is dit nou echt washi tape? Dat kan niet, want die heb ik nog maar net besteld. Maar deze is echt heel snel binnengekomen. Dus dat is de enige die los is geweest. We gaan ze openmaken. Veel plezier met kijken. Daar gaan we. Nou, laten we dan ook maar gewoon beginnen met de washi. Ik zet deze even aan de kant. En dan gaan we ze één voor één openmaken. Oh, deze was dus al een beetje open. En ik had best wel veel in één keer besteld. En ik was vooral op zoek naar een beetje vintage washi tape die je niet overal ziet. Deze ook meteen. Dan is het geritsel weer voorbij. Dat zijn er ook nog weer twee. Ik vind deze echt geweldig. Ik heb wel van deze printables-achtige, lijkt erop. Maar dit zijn gewoon los. Je kan ze gewoon uitknippen. Ze zijn niet zo mooi geprint. Het is echt een beetje. Je kan de grote letters lezen, maar verder niet. Dat had wel wat beter gekund. Maar goed, voor die prijs. Ik zal de prijzen onderin vermelden met een linkje. En dan deze. Ik ben echt een beetje op zoek naar steampunk-achtige washi. En dat is heel lastig te krijgen. Maar volgens mij ben ik hier wel aardig mee. Oh, nog één. Ja. Dan hebben we ze allemaal. Heb ik het hier wel aardig mee bereikt. Het zijn wel kleine rolletjes. Er zit niet zoveel op. En dan zit er ook nog vaak zo'n gekke witte rand. Dat is nu niet zo erg. Omdat ik weer in een witte journal werk. En deze heb ik volgens mij al. Maar dan niet in een hele rol. Maar in een stukje. Wel erg leuk. Het was ook zo, volgens mij, als je 1, 2, 3, 4, 5, 6 bestelde, dat je korting kreeg. Sorry, ik ben nu wel even heel erg benieuwd. Volgens mij zit hij hier gewoon tussen. Kijk, dat is deze. En dan hebben we nog iets met fietsjes. Ook best aardig, zijn we allemaal hetzelfde. Dat vind ik jammer. Maar verder best leuk. Oh. Zo. Deze vind ik heel erg leuk. Het is ook een flinke rol dit. Nou, die ga ik heel vaak gebruiken. Dat kan ik nu al wel voorspellen. Die laat ik hier in de buurt liggen. En nog deze. Dat vind ik wel mooi, want die is zo. Voor een deel. Zie ik. Dus die... kan je dan ook gewoon verticaal in je journal plakken. Zo, nou, dus dat waren de washi tapejes die ik deze keer bestelde. Waarvan ik deze het mooiste vind. Deze vind ik echt heel erg gaaf. Maar in ieder geval een beetje vintage-achtig. Of ik deze weer zou kopen. Nou, deze denk ik niet dat ik deze aanraad. Dan kan je beter een printable van iemand kopen op Etsy.
Deze is echt gewoon heel slecht. Het is ja, heel slecht geprint. Oké, next. We gaan een kleine doen. Zo. Ja, dat voelde ik al wel een beetje. De letter N. Ik had ooit de A en B, echt in een shoplog, ik denk wel een jaar geleden. En toen waren ze de hele tijd niet. En nu zo langzamerhand heb ik gewoon een aantal. En als ik er eentje tegenkom, dan bestel ik hem weer. Deze is ook een keer goed geplakt. Soms zijn deze letters er niet zo goed opgeplakt. Maar in dit geval is dat ook goed. Ik heb nu A, B, J, L, I, N. Dus die gaat erbij in mijn letterbak. Hele dikke. Een beetje voorzichtig met openmaken. Oh, dat mag wel iets dieper. Maar niet te diep. Oh, valt mee. Hier zit veel in, zo te zien. En allemaal letters. En ik heb vrij goed gekeken, dus het zou wel eens een keertje kunnen dat ik niks dubbel heb. Zo. Kijk, de collectie wordt er heel groot van. De letter H. De F. De X. Z. Oh, zo. W, de I en de O. Ik zal ze even uitpakken en dat eruit knippen. Nou, ik had dus al de N net. En hier alle andere letters. Ik vind ze ook leuk om te gebruiken met embossingpoeder. Dan, of embossing glaze, dan krijg je net een beetje een ander effectje. Dus dat zijn er weer 8 bij. Next. Oeh, dat voelt ook als washi tape. Ja, ja. Deze zitten nog in de verpakking. Hier heb ik ook al wel een klein stukje van. Maar nu dus een hele rol en ook gewoon een mooie volle rol. Ik denk een metertje of 8 hierop zit. Ja, heel leuk deze. Ben ik heel benieuwd of er hier ook op zitten. Ja, kijk, daar zit hij. Ook bijna op gewoon, dus dan... Die heb ik veel gebruikt. En ik had nog iets met letters. Als die los wil. Ja. En dan ook een beetje in een vintage bruinig tintje. Hier is de A. Nou ja, gewoon het alfabet. Maar dan mooi vintage. Vind ik ook heel leuk. Ga ik ook veel gebruiken. Oh, dat wil nooit. Het eerste stukje gaat nooit weer zo mooi op het rolletje als dat het zat. Nou, zo. Dus dat waren er nog meer. Ik zal eens even zo'n grote doen. Daar heb ik er 2 van. Dus daar zal wel ongeveer hetzelfde in zitten. En ik wilde deze keer vooral stencils. Waar ik met de grid paste doorheen kan. En waar ik mooie patroontjes van kon maken. Maar ook gewoon met de distress inkt. Dus het ging me deze keer echt om de patronen. Nou had ik niet gedacht dat deze A4 waren. Dus als je mijn journal ligt hier toevallig. Dan krijg je die er niet helemaal op. Dan mis je wel een stukje. Maar de hoekjes zijn natuurlijk heel erg leuk. En dan deze. Ik kan niet zien als ik die andere eronder laat. En deze. Gewoon wel heel leuk patroon. En die. Nou, die gaan we binnenkort even uittesten. Met of met grid paste. Of met
Distress Ink. Zal ik de volgende dan ook gewoon doen? Oeh, die is leuk. Het is heel groot hoor. Daar had ik niet gedacht. Ik kijk gewoon soms niet goed. Ik dacht dat dit A5 zou zijn. Maar het is wel heel leuk. En deze. En die. Allemaal patroontjes om leuke achtergrondjes van te maken in mijn journal. Een kleine. We hebben er nog maar 3. Oeh, gaat veel te snel. Dit voelde ik al een beetje. 2 nieuwe zegeltjes. Ook een beetje mijn letterbak te vullen. Want ik heb een rij waar alleen maar hele kleine dingen in kunnen. En dan passen die waxzegels precies in. Oh, deze is wel heel mooi. Ik gebruik ze eigenlijk niet zo heel veel in mijn journal omdat hij er zo dik van wordt. Maar misschien moet ik deze toch eens doen, want deze is wel heel gaaf. En deze vind ik ook super leuk. Dus toch maar misschien iets vaker wel in mijn journal gebruiken. Oké, nou de laatste 2. Deze en deze. We gaan eerst de platte doen. Ik vind het altijd wel leuk om het leukste voor het laatste te bewaren. Alleen heb ik geen idee wat erin zit. Hier zaten nog wat stencils in. Net even een ander vormpje. Lijkt er wel een beetje op die. Maar ook een ander formaatje. Dit is wel perfect voor op mijn journal. Als je die kleintjes hebt, dan moet je ze altijd wisselen. Dat vind ik zo irritant. Dus ik ben hier wel heel blij mee. En nou ja, gewoon leuke patroontjes. Om als achtergrondje te doen. En dan de laatste. Oeh, ja. Dat is maar 1 ding. Maar die vond ik wel heel erg gaaf. Wat is die groot. Die past natuurlijk never in mijn letterbak. Ja, dan moeten we wel dingen uithalen. Ik moet er nog eentje hebben, want het past gewoon niet meer. Een hele mooie letter N van Naomi natuurlijk. Dat was hem. Ik zal alles nog even weer erbij pakken. Dus het is vooral een beetje stempels vandaag. Maar ja, het is niet iets wat er heel erg veel bovenuit springt. Misschien de washi tapejes deze keer. Maar ja, ik had best wel gevarieerd dingen gekocht. En al die stencils die kunnen er nu niet meer bij. Zo. Dat was hem voor vandaag. Mijn AliExpress shoplog. Er komt nog wel meer binnen. Dus als dat op tijd is, plak ik het hier nog achter. En anders wordt dat gewoon weer een andere video. Alle linkjes ga ik beneden in de beschrijving zetten. Als ik de prijzen nog kan vinden, doe ik die er ook bij. En verder wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer.